Dit stuk vertelt de achtergrond van Cornelis Johannes Kievit, ook wel Johan Kievit genoemd. Cornelis Johannes Kievit, die later als Johan Kievit een nationale beroemdheid zou worden, werd op 3 maart 1858 in Hoofddorp geboren. Zijn ouders, de timmerman Laurens Kievit en diens vrouw Marietje Huisman, hadden zich 9 maanden tevoren in deze plaats gevestigd, in een woning aan de Hoofdweg, schuin tegenover het raadhuis. Het gezin van 11 kinderen had het niet breed, en dus werden er kostgangers in huis genomen, meestal onderwijzers. Die hebben waarschijnlijk de beroepskeuze helpen bepalen van 3 van de Kievitjes, zowel Johan als zijn broer Laurens en zijn zuster Jannetje zouden voor de klas komen te staan. Cornelis Johannes was ruim 16 jaar toen hij als kweekeling naar Delft vertrok, 31 oktober 1874, waar hij zijn akte haalde en als hulponderwijzer werkte. Met succes solliciteerde hij naar eenzelfde post in zijn geboorteplaats, de sollicitatiebrief in de lopende hand en met een kroontjespen geschreven, drukken wij hierbij af. Het wordt ook hier afgedrukt. Waar hij op 1 maart 1877 op de openbare lagere school Hoekhoogtweg Marktplein aan de slag ging. Daarna zou het nog 7 jaar duren voor hij zijn eerste echte aanstelling als onderwijzer kreeg, en wel in Lisse. Daar ontmoette hij Gesine, met wie hij na een trouwen in Den Haag ging wonen. Enige tijd later werd Cornelis Johannes Kievit hoofdonderwijzer in Etersheim, een klein dorpje onder Hoorn, waar het echtpaar een woning betrok die met de school feitelijk 1 gebouw vormde. Hoofdonderwijzer klonk goed, maar in werkelijkheid was hij een eenmansorkest waar hij moest de Etersheimse jeugd in zijn eentje lesgeven. Hetgeen geringe taak was, want zoals hij zelf zei, de kinderen kwamen er als speenkruid uit de grond. Kievit moet een voortreffelijk schoolmeester geweest zijn. Een vrolijke man met een natuurlijk gezag, zodat hij ook in de lessen veel speelsheid kon toelaten. Al gauw ontdekte hij dat er maar heel weinig geschikte kinderboeken bestonden. Wat er voorhanden was, behoorde tot de brave Hendrikenlectuur, waarvoor Kievit zijn kinderen te goed vond. Dus ging hij ze zelf schrijven, elke avond 10 vellen, die hij eerst aan zijn vrouw en daarna aan de schoolkinderen voorlas. Zo kwamen de 2 neven en Frans Dorentil tot stand, uitgegeven in 1880. Kievit was er allerminst tevreden over. Hij vond ze te braaf, er moest meer spanning zijn, en dus ging hij echte jonge streken verzinnen. Hij dacht terug aan zijn jongensjaren in Hoofddorp en al het kattenkwaad dat hij daar uitgehaald had. Zo kwam Dick Trom tot stand, een naam die nu, een eeuw later, nog altijd een begrip is. Toen hij de figuur Dick Trom eenmaal voor zich zag, een echte kwajongen, maar met een goed karakter, ging het schrijven heel snel. Binnen enkele weken had hij het manuscript van Uit het leven van Dick Trom klaar. Een vriend zorgde ervoor dat het boek verscheen in 1891. De uitgever had er echter maar weinig moeite voor over gehad, zodat dit eerste deel van wat een roemruchte serie zou worden, maar een aanzienlijk boekwerkje werd. Een kleine oplage. Het trok dan ook nauwelijks de aandacht en het zou 8 jaar duren voor die eerste druk was uitverkocht. Maar met de tweede oplage in 1899 werd het anders. De grote Johan Brakend ziek zorgde voor de illustraties en Uit het leven van Dick Trom werd een succes. Daarom kunnen wij de levensloop van deze kwajongen met een hart van goud maar beter in dat jaar laten beginnen. Dick Trom betekende een breuk met de stichtelijke, zoetsappige kinderlectuur, waarvan Hieronymus van Alphen, 1746 tot 1803, de grondlegger was geweest en daar was, ondanks het verkoopsucces, lang niet iedereen blij mee. Johan Kievit had met zijn boek een andere toon, een nieuw geluid laten horen. Hij had Dick Trom zijn streken laten uithalen,
zonder telkens met het geheven schoolmeestersvingertje naast hem te gaan staan. Dat vonden velen niet pedagogisch. Maar het Nederland van toen kreeg alle tijd om aan Dick Trom te wennen, want Kievit had nog veel meer avonturen in petto. Dick Trom was immers een zoon van hem geworden en een zoon van dat kaliber verzint elke dag wel iets nieuws. Voor de hoofddorpers was Dick Trom hun eigen held, want de schrijver had er geen twijfel over bestaan dat hij daar woonde en daar zijn streken uithaalde. De naam van Piet van Driel leeft nog voort in het huidige garagebedrijf van Driel. Jan Vos en Dirk Langerijs zijn echte hoofddorpers. De hoofddorper vaart, waar Dick achter z'n voren op een ezel over de brug reed, was er. De boom op het marktplein is er nog, en bij de molen was inderdaad een kruidenierszaak te vinden. En niet te vergeten veldwachter Flipsen, die van 1856 tot 1891 namens de gemeente de orde handhaafde. En zelfs het gevang, waar Dick Trom achter de tralies werd gezet, is er nog, in het oude raadhuis. Het ging in 1973 dan ook om onze jongen, toen het op het Marktplein in Hoofddorp een standbeeld van Dick Trom werd onthuld, met de nakomelingen van de schrijver op de eerste rij. In 1910 was het met het eenmansschooltje in Etersheim gedaan, want dan wordt Kievit benoemd tot schoolhoofd in Zaandam. Een mooie promotie. Ook daar waren de kinderen verzot op voorlezen. En nu hadden zij een meester die dat ook eigen werk deed. In 1907 had hij immers zijn Zoon van Dick Trom gepubliceerd, later gevolgd door nog 4 Trom-boeken. Maar hij deed veel meer. Hij bewerkte en regisseerde operettes, schreef gedichten voor zijn vrouw en ook nog tientallen andere kinderboeken die nu geheel vergeten zijn. Met zo'n productie had hij veel geld kunnen verdienen als hij enig zakelijk inzicht had gehad. Maar hij stond zijn manuscripten af voor een grijpstuiver en de uitgevers lieten hem in de waan dat dit normaal was. Om gezondheidsredenen ging Johan Kievit in 1917 met vervroegd pensioen. Hij was toen nog maar 59 jaar. Ging in Wassenaar wonen en bleef schrijven. Het overlijden van zijn vrouw was een zware slag, maar zijn laatste levensjaren werden toch verzoet door de vele brieven van kinderen die hij bleef krijgen. Cornelis Jan Kievit overleed op 10 augustus 1931. Hij liet bijna 50 kinderboeken na, waarvan de 6 Dick Trom-boeken nu in deze band voor het eerst verenigd zijn. Dit boek is een eerbewijs aan Johannes Kievit. De naam van zijn held is tot op de huidige dag een begrip gebleven. Ook bij hen die nooit een letter van zijn avonturen hebben gelezen. Nu kan iedereen er weer van genieten en weten waarom wij van een bepaald soort onweerstaanbare kwajongen zeggen dat hij een echte Dick Trom is.